Vorig jaar afgelopen zondag speel je 1-2 verliesje van de Graafschap. Je zei we creëren wat weinig kansen. Waar ligt dat in jouw ogen aan? Ja, aan verschillende facetten. Ik denk uiteindelijk in eerste instantie aan de keuzes die we soms maken aan de bal. En ook de bereidheid die we daarin hebben om voor de goal te komen. En uiteindelijk ook aan de kwaliteit van de ballen die we daarin geven. Ik denk dat we afgelopen week hebben laten zien dat we heel vaak wel doorkomen in die situaties. Of net daarvoor doorkomen. Ja, dan gaat het om de kwaliteit die je daar levert. Maar ook om het geven om voor de goal te komen bijvoorbeeld. En niet met één man, maar met 3-4 mensen. Zodat je de kans vergroot om een kans te creëren en een kans te scoren. Ja. Roda JC, als je de statistieken erop naleest, dan scoren de laatste wedstrijd veel doelpunten. Hoe ga je dat oplossen achterin? Nou, net als anders, dat we met ons team verdedigen. Want ik denk dat het niet zit in het aantal tegendoepen dat we krijgen. Ik denk dat dat minder is geworden dan voor de winterstop uiteindelijk. Dus we gaan dat als team oplossen. En ze hebben volgens mij 2 wedstrijden 10 goals gemaakt, 2 keer 5-0 gewonnen. Maar wij gaan gewoon ons normale ding daarin doen. En we zullen daar ons niet te veel in aanpassen. Ja, hij kan. Edgar, afgelopen wedstrijd moest je even een andere rol verspelen achterin. Je zei zelf nou dat ik kan op meerdere plekken, ik kan zelf ook keepen als het moet. Heb je dat al eens geprobeerd dan? Dat was een beetje grappig, maar ja, als je hebt nodig als je aan de andere positie speelt, ja, doe ik geen probleem. Als je hebt nodig voor de team, ik doe graag. Ja, voor Roda, ze staan gelijk, maar dit is wel echt een kans om echt nog aan te haken, hè, bij die top, hè? Ja, dat is zeker een kans. En volgens mij hebben we nog 14 wedstrijden. En dat zijn nog cliché, maar 42 punten te verdienen. Wij moeten gewoon zorgen dat we weer op het goede spoor komen daarin. En het is niet zo dat we van de ranglijst afdonderen, maar we willen wel graag gewoon weer omhoog. En uiteindelijk willen we ook een bepaalde serie en ook een bepaald gevoel neerzetten richting de play-offs. En dat is wat we doen.